Hallo iedereen, hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van Crusader Kings 2. Met mijn let's play als Pomerania. Pomerania, of hoe het ook uitspreekt. Oké, dus ik weet nog dat ik aan het reden was. Nu ga ik teruggaan. Heb ik dat al gereed? Ja, oké. Dus het is wel lekker zo in vlieg, maar het moet vooruit gaan, hè, beste mensen. Mijn schouders is stijf van de fitnessen. Ja, ik doe dus fitness en misschien sommige mensen vinden dat misschien homoseksueel, ik zal het zo zeggen, om niemand te kwetsen. Maar ik doe dat gewoon omdat, ja, dan je spieren een beetje trainen en zo kan nooit kwaad. Nou ja, ik vind het ook niet. Oké. En jij mij helpen, maar je hebt geen toepen waarschijnlijk. Ja, ik wil me wel helpen, maar ik heb geen toepen dus. Ja, oh, je hebt 800 man, hoe kom je aan 800 man? Oké, dat is wel mooi, 800 man extra. Oh, hij heeft nog steeds veel toepen, die man. Ik ben aan het aanvallen. Deze oorlog is maar voor één stuks geland, maar dan heb ik het toch. Voor Shelmo. En de volgende keer kan ik voor Marienburg en dan Galinia. En dan heb ik de Duchy en dan kan ik gewoon ja, aanvallen. Hè. Hoeveel procent is de oorlog? No, ja. Maar bij al deze iets gedaan, zij hebben meer, want dat is het de war goal. Dus. Oké. We hebben nu wel 20. En nu moeten we de tempel nog veroveren. Tempel of Briesen. De tempel van Jeruzalem eigenlijk. Jeruzalem was hier ergens. Jeruzalem. Nee, de moskee van Jeruzalem. Dus dat is een tempel in Jeruzalem als ik... Ah, ik ben een christen, ja, dan boeit dat niet. Ik denk dat als we deze veldslag winnen, aha, ik kan mijn dingen beter doen. Ik ga voor flanking. Zie dus met nog een beter aangifte over. Ja, oké. Okay. Ik zal aangevallen door iemand anders of zo, ja. Ja, oké, okay, laat maar. Ik denk niet dat ik dat stukje handen ga kunnen afpakken, want. Ja, deze wel, maar de rest niet, want er wordt aangevallen door iemand groter dan mij. Die is groot, ja, dat wel. Hartaanval of wat is het? Ja, waarschijnlijk een hartaanval. Je mag mijn nieuwe torch hebben. De diviner zijn en die maakt cool view. Zo mooi, ja. Zo. Oké, okay, nee, we gaan speed. Ja, we gaan nu maar tot rijk hier. Dat onze cultuur wordt. Want nu is het. Waarschijnlijk precies of zo. Your steward, look, yeah, must suggest that you build a great monument as a display of Pomeranian's might. Well, such a project would surely have its benefits. It would be costly and you would need a great number of men to construct the monument. Mm. Oh yeah, that's for minder troepen, dat kan ik al zeker. De prestiges van mij zijn gewoon wat minder troepen speciaal. Okay. Ah, met jou in oorlog met Frankrijk? Ja, mooi. Kan ik de aanvallen? Ja. Ah oh, nee, ik kan hem niet aanvallen. Ah, oh, ben ik die godsdienst? Een heel Polen is die godsdienst zeker. Ja, mooi. Bohemia, jij bent daar ook zeker? Ja. Dus ik kan enkel naar hier uitbreiden of naar hier. Ja. Ja, dat is wel kut. Nu kan ik niet zomaar alles aanvallen wat ik wil. Ja, altijd maar spijt me wat verder gaan. Ik had Dutch of Pomerelia maken, maar ik zie het moet er niet van in. Ik kan die aanvallen. Maar aangezien die
Stack hier von mir. Ja, wir haben auch die Kommentare, Mann. Ja, ich bin echt Kingdom of... Fuck. Ich möchte Kingdom of Pomerania machen. Weil ich gewoon alles kann aanvallen wat er in Pomerania is. Waarschijnlijk heb ik zo een paar stukjes van meer, maar... Mensen, ja, ik nog. Ik heb alles behalve... 2, 3, 4, 5, 6 dinges. Ja, ik heb dus de helft. Ik kan hier niet gewoon aanvallen. Subjugation. Ja. Ja. Waarom had ik me niet op deze map? Die klerk wel, ja. Ja, die man kan me dus niet helpen, maar ik denk dat ik het alleen ook wel aan kan. Dus inderdaad kan ik Pomerania maken, kan ik hem zo graag geven en dat die man ook weer blij zijn, kan ik die... Ah, mijn concubine is van niet mooi. Die man van Lissia, want ik vind het niet meer nodig. Ik hoop dat ik een zoon krijg, want ik ben al 42 en ik heb geen zoon. Als ik nu doodga, is het spel gedaan, de mensen. Ik denk ik niet beginnen. Oké. Ik ga de linkerflank doen. Jij mocht het midden doen. Jij mocht de rechterflank doen. Leiden. Dat is door, dat is goed. Zal ik eerst aanvallen? Ja. Ik hoop dat ik win, maar dit is 2 tegen 1. Dus. Ja, ik ga winnen. Ik heb ook betere tactieken. Ja. Duur, dat heb ik gewonnen. Ik heb gezien in mijn staand leger wat de specialiteit is van mijn cultuur. Lichte cavalerie gewoon. Ja, oké. Okay. Als ik wil, kan ik een heel hele cavalerie maken. Van, heel hard focussen op cavalerie voor mijn leger. Maar ik weet niet wat ik wil doen. Oké, maar in deze video heb ik al veel gedaan. Ik denk dat ik... Nou, ik had dat sowieso nog veroveren. Dan heb ik 3 stukken land gekregen. 2 stukken stand dichter bij mijn titel als koning van Pomerania. Hopelijk heb ik gewoon genoeg geld. Als ik niet genoeg geld heb, dan ben ik gewoon... Ja. Finally, the monument is finished. It turned out just as you envisioned it. Or perhaps even better. To celebrate its completion, a grand ceremony was held in Orenmila's honor. And what a ceremony indeed. Tales of it will be told for as long as the monument stands with watch over Sigizen. Okay. 31% voorsprong. Oh, nog een dochter. Ja, Barketa is goed. Kom je wel die aan gewoon. Jij, ja, vrouw voor mij. Ik heb enkel dochters. Ja, die had me aan dingen die... Ja, ik ben wel heel concubine. Ja, oké, de timer is gedaan, dus de teamtjes zijn voorbij, denk ik, maar oké. Ik kan gewoon nog de oorlog winnen en dat ik eigenlijk kan maken. Ik proef iets.
Oh, doet hij nog steeds geen vrede? 98%, oh nee, nee, geen vrede. Oké. Ja, ik weet dat ik geen mannen, geen vrouwen bedoel ik. Een tribal army is een zuur tegen de klok. Kill Lucian, en natuurlijk ga je gewend met een commander. Ik ga gewend met, ja, stop gewoon. Mocht Lucian niet voor hem worden. Al die dingen irriteren mij van boven. Ja, oké, okay, is al eentje minder. Ja, dat gaat ook wel weg. Die twee gaan weer als ik een kind. Nee, die drie gaan weer als ik een kind heb. Dat gaat weer zelf gedaan is. Kom aan. Ja, ik zal eerder gedaan hebben met de seeds en images, ga ik de oorlog vinden. Ja. En nu de koninkrijk maken. Haha. Ziezo. Ik ben de koning van Pomerania. Doelstelling gelukt. Can't learn the title. Ja, mijn dokter is mijn beste vriend. Jij bent gewoon echt slecht in alles, maar je gaat doodgaan waarschijnlijk, ja. Can't learn the title. Nu moet ik gewoon iets in mijn council zetten. Je kunt spymaster een beetje. Ja. Ik weet gewoon niets. Ja, ik hoop dat je gevangen... Nee, die gevangen nummer, want dan kan ik je niet meer... misschien niet meer met steun in de oorlog. Ah, nee. Die moet dood, anders als die dood gaat... Ah, man. Als die zin dood gaat, dan... krijgt zijn zoon de graaf van... de high chief van Kiev zal het land zijn allemaal weer kwijt. Oké, ik ben nu toch koning van Pomerania, dat is goed. Oké. Ik ga jullie hierbij laten, beste kijkers. Mijn koning. Dank u wel voor het kijken. Een like of een subscribe maken of een comment. Tot de volgende keer.